Hallo allemaal. Jullie hebben vast wel gehoord in de afgelopen weken dat er blauwtong in ons land is. Vooral veel schapen zijn er erg ziek van, maar ook koeien worden daar ziek van. En ook hier op het bedrijf heb ik blauwtong. Koeien worden er over het algemeen niet zo ziek van als schapen. Als blauwtong bij schapen vastgesteld wordt, dan kun je er bijna op rekenen dat de meeste schapen die het krijgen doodgaan. Ik laat zo zien wat er hier op dit bedrijf aan de hand is. Maar eerst vertel ik even hoe die blauwtong veroorzaakt wordt. Het is een heel klein soort mug van maar een paar millimeter groot. En dat zijn knutten, zo worden ze genoemd. En die dragen die ziekte, die besmetting met zich mee. En als herkauwers door zo'n mugje, door zo'n knut gestoken worden, dan kunnen de dieren ziek worden. Het vermoeden is dat de besmetting in ons land gekomen is doordat zulke knutten met een transport uit een ander gebied van Europa deze kant op gekomen zijn. En het begon in Utrecht en Noord-Holland, maar inmiddels gaat het al door grote delen van ons land heen. Dit zijn beelden van vorige week donderdag. Ik heb hier twee koeien vaststaan. En deze koe, daar is verdenking van blauwtong. Je ziet hier die snuit, rood en korstjes erop. En dan een dag later bij andere koeien zie je het ook. Dat zijn de eerste kenmerken van blauwtong. En ik let goed op bij welke koeien de melkgift zakt. Zo hoort het eruit te zien, alle balkjes groen. Maar er zijn een paar koeien die zakken in de melk. En dit is er één van, die oog wat ziek. En je ziet hier ook die snuit met korstjes. En deze koe had ook erg rode punten onderaan de spenen. Hier is het alweer aan het genezen, gelukkig. En bij het jongvee gaat het goed. Hier de kalven in de wei, maar ook de pinken, daar zie ik nog geen verschijnselen. Ik zie vooral verschijnselen bij de oudere koeien. En die houden dus ook steeds goed in de gaten. Kijk, dit is ook een koe. Je ziet het, dat is een hele uitstraling. Niet helemaal fit. En inderdaad, een rode snuit met korstjes. En zo kijk ik alle koeien steeds bij langs hier als ze binnenkomen en als ze aan het voerrek staan. En wat wel opvalt, de koeien blijven wel goed vreten, gelukkig. Deze koe ook. Dat is een rode snuit met korstjes. Hij laat de mais zich nog goed smaken. Niet alleen let ik op die rode snuiten en de melkgift, maar als een koe in de melk zakt, dan neem ik ook meteen de temperatuur op. De normale lichaamstemperatuur van de koe is 38,5 graad. En als we dan bij deze koe kijken, dat is de koe met de hoogste temperatuur gemeten, 40,6. En dat heeft ze al een paar dagen, dus die koe doe ik onder de antibiotica. Kijk, ze vreet nog wel. Meteen een goede blauwe streep, want deze melk mag niet naar de melkfabriek nu die behandeld is. Als een dier ziek geworden is, dan kunnen ze elkaar niet besmetten. Elk dier dat ziek geworden is, is gestoken door zo'n knut. Er is geen medicijn of vaccin beschikbaar tegen blauwtong. Dieren geven we pijnstilling als ze echt hoge koorts hebben en ziek zijn. En als ze echt heel ziek zijn, ook antibiotica. Maar eigenlijk is dat geen geneesmiddel tegen deze ziekte. We hopen dat binnenkort de temperatuur behoorlijk gaat zakken en dat er wat nachtvorsten zullen komen, want dan overleven die knutten het niet. Wat de gevolgen van blauwtong voor onze agrarische sector zijn voor de lange termijn, dat weten we nog niet. Dus we wachten af, want meer kunnen we niet doen. En we hopen er het beste van. Ik hoop dat ik zo een beetje heb kunnen uitleggen wat blauwtong voor ziekte is en wat de gevolgen zijn. En ik besef me heel goed dat de impact voor de schapenhouders veel groter is dan voor de melkveehouders. Maar ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd naar reacties van andere boeren, hoe die dit ervaren en wat zij doen. Ze kunnen natuurlijk reacties geven onder deze vlogs of mailen naar het mailadres dat aan het einde van deze vlog zichtbaar is. Bedankt voor het kijken.